Goed, we gaan van start. Goedemiddag allemaal. Welkom hier in Huis de Salentijn in Nijkerk op het business event van Neobouw 2.0. Digitale workflow is de toekomst. En toen zei Henry Vochtel, hoe langer het in de fabriek staat, hoe meer dat kost. Maar als het heel lang in de fabriek staat, dan moet je het heel vaak verplaatsen. En dan staat het heel vaak in de weg. Had Maurice de Knant van werkvoorbereiding. De werkplaats. En dan kom je vervolgens tot de conclusie dat ze 15 tot 20 handelingen doen, waarvan er maar een stuk of 3 toegevoegde waarde leveren. Nou kun je je voorstellen, als ik op iedere werkorde 1 minuut kan besparen, dan telt dat heel hard door. Nou, engineering ook verder automatiseren, dat is absoluut mogelijk. Hè? Zeker met Apple, als je kijkt wat voor mogelijkheden er zijn, is absurd. Als je dan kijkt naar automatisering, joh. Nou ja, wij doen elektrische engineering in E-plan, zeker voor de besturingspanelen. Je kan bijna fail-safe engineering software creëren. ProPanel. Nou, dan bestellen we het liefste zoveel mogelijk EDI. Wij bestellen gewoon direct vanuit ons computersysteem, in het computersysteem van Cito. Toen kwam de volgende stap, we willen verder. En hoe kunnen we nou meer automatiseren in die paneelbouw? E-plan ProPanel maakt voor ons ook de productiedata. En dan komen we in E-plan P8 uit. Daarin zijn de schema's reeds 100% gereed vanuit de generator. En eigenlijk zijn we daarvoor 3D gaan ontwerpen in ProPanel. Ja, dat sluit naadloos aan op P8. Daar waar alle componenten al in P8 bekend zijn, hoef je ze in de 3D-schema of in de ProPanel alleen nog een 3D-plek te geven. Lean is eigenlijk met name meer gericht op de, zeg maar, de interne logistiek. En Six Sigma komt uit de kwaliteitswereld. En dat is met name heel erg geschikt om de variatie te reduceren. De gouden tip, als ik iets zou moeten noemen in die richting, is van durf ontzettend kritisch te zijn. Sta open voor datgene wat allemaal mogelijk is. En ik vind het zelf altijd prettig om ervaringen te kunnen delen. Want je krijgt zoveel waardevolle informatie terug dat je nogmaals door het delen van kennis zelf ook weer groeit. E-plan zit er al vanaf het prilste begin eigenlijk ingeworteld binnen de organisatie. En eigenlijk het gebruikersgemak van E-plan is voor ons de grootste doorslaggevendheid geweest. En als je kijkt naar de ontwikkelingen die er binnen E-plan zijn gedaan over de laatste jaren, zie je dat E-plan eigenlijk een steeds belangrijker product wordt voor onze bedrijfsvoering. Doordat we de modules, de blokjes vastgelegd hebben in E-plan en de daarbij behorende werkinstructies, hebben we eigenlijk voor kunnen zorgen dat de werkplaats bouwt volgens E-plan instructies, of instructies gemaakt door E-plan. E-plan onderscheidt zich eigenlijk al in de openheid van de structuur. Je kan alles ermee instellen, maar ook het totaalproduct. Van eenvoudig schema tekenen tot een compleet aansturen van de machine in één. En daar is E-plan wel uniek in.